Goed mensen, ik ben Sam, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van de PA Modpack. Jongens, wij gaan vandaag iets heel erg vet doen. Ik zal zo meteen allemaal uitleggen precies wat ik ga doen. Als allereerst wil ik vragen om allemaal een blauw duimpje te doen. Ik heb laatst het ook gevraagd voor Agrarian Skies. Als je dit kijkt, gewoon een blauw duimpje omhoog te doen. Bij Agrarian Skies hadden we 3,3k, als het goed is, 3300. En ik ben heel erg benieuwd hoeveel we met de PA Modpack kunnen halen. Dus ik zou zeggen, als jij het wilt doen, als jij mij even wilt helpen, doe een blauw duimpje omhoog. Ik ben gewoon heel erg benieuwd hoeveel we het even kunnen halen. Het is gewoon eenmalig. Voor de rest hoef je het nooit echt te doen. Nou, het zal natuurlijk wel fijn zijn als je het doet. Alleen, het hoeft niet. Vandaag is er een uitzondering. Als je het nooit doet, doe het voor deze keer even. En ik ben heel erg benieuwd hoeveel we halen. En dan kan ik het even naast elkaar halen. Die Agrarian Skies en PA Modpack. En kijken gewoon hoe leuk jullie het vinden. En dat vind ik interessant. En daarop kan ik ook gaan werken. Want ergens volgende week, nee, ergens over 2 weken na New York. Want ik ga, als het goed is, ergens volgende week naar New York, als het goed is, ik weet het. 19e ga ik naar New York. En na New York gaat er iets heel erg vet gebeuren met de server. Echt ontiegelijk vet. Maar dat ga ik nog allemaal niet verklappen. Dat is nog allemaal geheim. En ik heb jullie input daar ook een beetje van nodig. Inmiddels van like. Want dan komt er ergens morgen of overmorgen ga ik het dan een beetje uitleggen. Wat ik precies ga doen. En daar kunnen jullie dan ook een beetje over discussiëren met mij. Wat jullie het leukste vinden. Maar dat ga ik nog niet vertellen wat het is. Jullie zijn waarschijnlijk heel erg nieuwsgierig. Maar als allereerst jongens. Blauw duimpje omhoog. En let's do this. Oké, dus dat moest ik even zeggen. Wij gaan vandaag iets speciaals maken. We gaan een chemical oxidizer maken. En wat is dat? I really do not know. Ik weet het echt niet. Dit gaat trouwens wel even nice. Ik heb mijn energie heb ik even iets meer omhoog geplaatst. Dan pakt het even iets meer energie. En als het goed is, komt dit er nu ook elke keer bij. Ja, je ziet het niet echt dat het erbij komt. Maar als het goed is, moet dit er wel bij komen, toch? Oh my god, ik kom hier niet doorheen. Als het goed is, komt het hierbij sowieso. I don't know, maar het is in ieder geval hier geconnect. En misschien komt het er heel langzaam bij of zo. I really don't know. Maar het komt erbij, want eerst was het ook een stuk lager. En nu gaat het altijd hoger. Dus daar ben ik hartstikke blij mee. Mijn hydrogen gaat trouwens ook ontiegelijk chill. Zoals je al ziet, extreem veel. Oh ja, en dat moest ik even doen. Dat was ik helemaal vergeten. Want ik moet deze gas tanks moet ik weer even daarin leggen. Want ze waren op. En die had ik nu ook even daar neergelegd in een hoekje, zoals je al ziet. En ik moet er gewoon even nieuwe bij leggen. Dus later... Oh nee, ik heb ze niet. Hè? Ik had ze nog uitgehaald. Oh nee, ik had ze er niet uitgehaald. Deze twee... waar haal ik deze... Waar de fuck komen deze twee dan vandaan? Die had ik waarschijnlijk dan gemaakt, I guess. Ik weet het niet 100% zeker meer. In ieder geval, deze leg ik even hier neer. Mijn oxygen gaat ook super chill. En daar gaan we dus nu iets mee doen. Want daarvoor hebben wij een chemical oxidizer hebben wij nodig. En met een chemical oxidizer moeten wij daar sulfur in gooien. En dan krijg je sulfur trioxide of zo. Ik heb werkelijk geen flauw idee wat het allemaal is. Maar wij hebben het in ieder geval nodig om te maken. Dus laten we dat maar even doen. Dan typen we hier even in. Chemical oxidizer. There you go. There is this. En deze gaan we even maken. En we missen net een electric chest. Laten we eerst maar een electric chest gaan maken. Ik denk dat ik er eentje ga maken. Ik denk dat er één wel momenteel meer dan genoeg is. Zo. Nou, anders maak ik er gewoon twee. Want we kunnen er twee maken. Sulfur. Wij hebben genoeg sulfur nodig. Dus waarom ik zei van dit wordt een leuke aflevering. Want we gaan waarschijnlijk naar de Nether. Want dit is waarschijnlijk niet genoeg sulfur. Ik heb waarschijnlijk net even iets meer nodig. Maar we gooien sulfur in een machine. Dan krijg je sulfur trioxide als het goed is. Ik kan het even snel kijken. Ja, sulfur dioxide krijg je. Niet trioxide. Je krijgt dioxide met een D. Dus dat is super chill. En daarna moet hier als het goed is ook oxygen bij. Chemical infuser. Dus deze gooi ik even snel hier neer. Hoppakee. En dan kijk, dan gooi je dit hierbij. Moet natuurlijk wel energie hebben. Like herb logisch. Hier, het heeft gewoon energie nodig. Dus laten we eerst even snel wat gaan eten. Want ik ga bijna dood. Nom. Even kijken. Hoe kan ik dit mooi doen? Oh kijk, dit gaat trouwens ook super chill. Even kijken. Ja, ik denk dat ik dit gewoon makkelijk zo kan doen. Hoppakee. Dan kunnen we hier gewoon zo. Kunnen we er ook gewoon nog even chill gaan lopen. En dan kunnen we dit gaan connecten. Kijk, je hoort het al. Je hoort het al, jongens. Oh my god, deze moet even snel weg. Tenminste, ik hoor het. Ik weet niet of jullie het horen met de muziek. Zo. Nou, zoals je al ziet, hij gaat lekker het gangetje. Sulfur dioxide krijgen we nu. Nou, dat is hartstikke fijn. Dat sulfur dioxide, dat moeten we weer in de chemical infuser gooien. Dat dus dat moet hier. En deze twee moeten net even iets meer uit elkaar. Als ik het zo zie. Want er moet hier eentje in en hier eentje. Dan moet deze eentje meer naar
Eigenlijk iets meer naar rechts. Dus dan moet deze eigenlijk weg. Get out of my way. En dan moet die andere meer iets meer naar links. Dan komt het allemaal goed. Zo. En zo. Wat moeten er twee tussen? Tenminste, heb ik het nog goed? Nee, deze moet nu hier. Zo. Klopt die ook weer niet. Wat de hel? Oh nee, zo maakt het niet uit. Want hier hoeft geen... Hier moet een kabeltje hier gewoon naartoe. Oké, hartstikke fijn. Dus, mijn vraag is nu... Kan ik deze dingen gewoon ernaast gooien? En of erin gooien? Als het goed is... Oh, ze stekken natuurlijk niet. Als het goed is, kan ik het er gewoon ingooien. Dus even kijken. Deze moet natuurlijk aan de linkerkant. En oxygen gaat hierin. En deze mag ook aan de linkerkant. Hoppakee, want dan kan ik het gewoon makkelijk aan de rechterkant. Want dan kan ik het hier uit laten stromen. Dus zoals je al ziet, we krijgen heel veel oxygen krijgen we hier nu. Dat is natuurlijk ook wat we nodig hebben. We hebben natuurlijk nog meer oxygen nodig. Echt heel veel oxygen hebben we nodig. Dus waarschijnlijk moet ik ook heel veel van deze electronic separators. Ik kan het gewoon niet uitspreken. Dat lukt me niet. Maar hier hebben we wel extreem veel van nodig. Maar waarom komt het er niet in? Omdat hier al hydrogen in zit. Dus deze klopt niet. En hier komt wel nu lekker oxygen in. Dat is hartstikke fijn. Zit hier wat in? Hier zit niks in. Oké, dus pakken we deze even. Ja, je hoort het wel dat ze hard aan het werk zijn. Dus dat is super chill. En nu gaat dit er ook allemaal uit. Nice. En als het goed is, zit dit nu helemaal vol met oxygen. Nou, dat is natuurlijk hartstikke fijn. En het enige wat we nog nodig hebben is een pressurized tube. Oké, die hebben we nog niet. Dus die moeten we denk ik gaan maken. Ik denk dat het met een pressurized tube moet hoor, jongens. Want als het goed is met een pressurized tube, kan je alleen maar gassen verplaatsen. En dus dat moeten wij nu even gaan maken. Een pressurized tube. Oké, het zit er natuurlijk niet in. Dat is logisch, dat heb ik net gekeken. Deze, yes, laten we hier maar meteen een paar gaan maken. Ik had er al gewoon een paar. Ik had er al 39. Of had ik die nou net gemaakt? Dat is nu de vraag. I don't know. Deze leggen we even hier. Lekker crafting bench. Ik weet niet waarom. Maar oké, ik leg hem daar neer. Nou, we hoeven dat alleen nog maar te verbinden. Dan gaan we even naar de Nether. En we gaan een paar van die electronic... Ik noem het gewoon electronic. Want wat de hel. Ik kan het niet uitspreken. Separators moeten we maken. Kijk, dus dit connecten we zo op een kei aan de linkerkant. Heel erg belangrijk. Want anders werkt die natuurlijk niet. Ik kan trouwens dit gewoon makkelijk zo doen. Ik denk dat het zo moet, toch? Of het, is het aan de rechterkant? Ik denk aan de rechterkant. Dat is de input. Dus als wij zo doen. Even kijken. Zo. Ja, kijk. Nu werkt hij wel. Nu werkt hij wel. Dus dan moet het hier ook. Dit is niet goed. Dat wil ik niet daarin krijgen. Dus dit moet nu even zo naar achter. Hoppakee. Nou, slopen we wel even deze muur eruit. Heel erg makkelijk gewoon. Hoppakee. Deze hoeft niet. Nou, dan lopen we deze ook maar even er snel uit. Want dan kan ik mooi even de achtergrond even wat mooier maken. Want dan ziet het er ook echt heel erg raar uit. Zo, get out of my way. En kijk, dan kan ik dit even snel even hier neerleggen. Ziet er in ieder geval net even wat mooier uit, I guess. Oké, ik heb hier nog een hele stack. Dus dat is super chill. Dit ook hier nog even. Kijk, dan ziet het er even wat netter uit, jongens. Want je moet het natuurlijk wel allemaal netjes houden. Want anders... schiet het niet op. Zo, hoppakee. Dus die pressurized tubes, die moeten hier achterlopen. En ik denk niet dat... Ja, zo, dat is prima. Zo werkt het. En mogen we hier uit, alsjeblieft? Damn it. Maak alles kapot. Zo. En dan connecten we de pressurized tube. Connecten we gewoon heel makkelijk hieraan. En als het goed is... Als het goed is... Gaan ze nu trioxide maken. Oh, dioxide, sorry. Ze maken nu sulfur dioxide. En dat is ook best wel heel erg veel, zoals je al ziet. En dat is hartstikke fijn, want dit is wat wij nodig hebben, jongens. Dit is waar wij voor hebben gewerkt. Hartstikke fijn. Hoe werkt dit? Of hoe gaat dit, bedoel ik? Dit gaat ook hartstikke fijn. We krijgen ontiegelijk veel sulfur dioxide. Maar nu moeten we natuurlijk dit mengen. En als het goed is, heeft het alleen maar energie nodig. Dus laten we dat maar even gaan fixen. Dan zorg ik ervoor dat het even via hierachter gaat alweer. Want het ziet er gewoon even wat beter uit. Hoppakee. Dan zorgen we gewoon dat we dit even zo connecten. Dat is 1. En dat is nummer 2. Hier zo. Hoppakee. Als het goed is, moet het nu iets gaan maken. En als het goed is... Hallo? CRL? Oh, CRL moet uit, I guess. Hij doet het heel af en toe of zo. Wat de hel? Sulfur dioxide. Oh, dat dioxide gaat weg of zo als ik dit doe. Oh, dit is clear. Oh nee, dat is clear. Oh my god, ik klikte op clear. Dat moet ik nou... Dat is clear. Oh my god. Oké, nou, hebben we weer wat geleerd. Hashtag facepalm. Oh my god, Sam, je bent zo stom, hè.
Dat was dus Clear. Dat CRL. Ik denk ze van, weet ik veel wat, dan moet je op klikken om het te activeren of zo. Maar nee, is Clear. Eerst lezen, dan klikken, Sam. Niet chill, niet chill. Oké, okay. Maar dat maakt niet uit. Maakt niet super veel uit. We krijgen nu sulfur trioxide. En wat heb je aan sulfur trioxide? Er werkt geen flauw idee. Dat staat hier. Zal ik wel even opzoeken. Boulder Dash! Rock and roll in your grave! Yeah! Oké, okay, we kunnen sulfur dioxide kunnen we veranderen naar sulfur acid. En we kunnen het ook in een chemical infusion. Oh nee, niet. Je kan er inderdaad sulfuric acid van maken. En dat is wat ik wil gaan maken. Dit ziet er trouwens ook best wel heel erg badass uit. Hier wil ik ook best wel heel veel van maken. Dus ik denk dat het wel handig is als wij eerst heel veel oxygen gaan fixen. Dan maken we hier gewoon even iets meer van. Dat kan ik heel makkelijk doen. Door gewoon hier 4-5 naast elkaar te zetten zoals je al ziet. En dan laat ik dit gewoon doorlopen. En energie gewoon via de onderkant gaan. Dus laat ik dat maar even gaan fixen. Dan ga ik daar 3-4 van fixen of zo. En dan krijgen we heel veel oxygen. Met oxygen kunnen we natuurlijk sulfur en dergelijke gaan fixen. En er komen heel veel Junox spawnen nu, wat heel vervelend is. Electronic separator. Yes. Separator. Kom op. Separator is het. Ah, oké. Okay. We got it. No problem. We missen nog één item. Dat is een electronic core. Hoppakee. En dan kunnen we er nu maar 2 maken. Wat missen we dan? Osmium dust. Oké, osmium. Kom jij maar. Dan gaan wij jou even in de factory gooien. Want wij hebben even wat dust nodig. Ik vind het trouwens wel leuk. Ik zal je even, jongens, ik zal wel wat leuks vertellen. Ik speelde altijd Tekkit. En zodra ik klaar was met Tekkit. Oh, wat de hel? Waarom doet dit niet? Wat de hel? Hij krijgt geen energie. Jawel, maar er zit wel energie in. Hij doet het niet. It doesn't work. Waarom doet hij het niet? Wat de hel? Hij krijgt energie. Hij zou het moeten doen, maar hij doet het niet. Dat is een beetje een probleem. Lekt de server? Nee, want ik kan dit gewoon oppakken. Wat de hel? Nu doet hij het wel. Nee, doet hij het ook weer niet. Is dit hem misschien? Hè? Dit is een Waarom doet hij het niet? Wat de hel? Ik kan ook niet zien welke mining is of niet. Ja, wat de hel? Oké, nou, dan blijkbaar gaan we naar die van mij daarboven dan. Want die doet het denk ik wel. In ieder geval, jongens. Ik speelde vroeger altijd Tekkit en Vitabies en bla bla. Maar ik was nog nooit zo ver gekomen als hier. Meestal was ik altijd ergens aan de gang wat ik moest doen. Zoals een quarry maken. En daarna een quarry of weet ik wat, stopte ik meestal met die serie. Want ik vond het niet meer leuk. En deze serie, ik zit nu allemaal andere gare dingen doen. Omdat we hebben in principe alles al. En ik vind het best wel heel erg vet hoe het zo gaat. Waarom doet deze het ook niet? Wat de hel? Kan je niet osmium ingots erin? Ja, dat kan wel. Je kan osmium ingots erin gooien. Maar waarom werkt die het niet? Dat vraag ik me af. Waarom werkt de fabriek niet hier zo? Wat? On? Hij is on? Autoconfig. Dit is heel erg vreemd. Ik kan de ingots kan ik niet meer kapot maken. En ook al kan dat wel. Weird. Heel erg weird. Hebben we hier nog osmium? We hebben nog 10 osmium oor, maar dat is denk ik niet genoeg. Laten we kijken of dat osmium oor werkt. Maar in ieder geval, ik vind het heel vet hoe ik nu echt diep in mods ga. En vooral met mechanism dan. Dat vind ik hartstikke leuk. Vind ik echt super gaaf. En ik denk dat jullie het ook wel leuk vinden aan de views te zien. Dus ik vind het echt gewoon, ik vind het echt super vet. En I love it. I really love it. Oké, blijkbaar kan je niet. Nu wordt het. Oh, wacht. Ik weet het denk ik al. Het moest in een crusher. Moet het dan in een sack? Moet het in een sackmill? Het moet in een sackmill. Oh my god. Het is elke keer is het anders, jongen. Wat de hel. Oké, ik faalde gewoon hard. Hashtag Sam faalt. Oké, hartstikke leuk. Nu kunnen we dit even fixen. Een paar van deze. Oké, nog meer. 5 hebben we er nu. En nog meer. 5, 7. En 7 is denk ik wel meer dan genoeg. Want dan kunnen we nu ook niet veel van deze maken, Enrich Alloy. Maar Enrich Alloy is gelukkig niet zo moeilijk om te maken. Wat hadden we daar ook weer voor nodig? Iron en redstone. Dus dan doen we gewoon even iron. Hoppakee. 1 stack iron en redstone. Hoppakee. 1 stack redstone. En dat gooi je gewoon hier in een metallurgic infuser. En
Hoppakee, ik wou net zeggen. Als hij het nu niet doet, dan begrijp ik er echt helemaal niks meer van. Maar hij doet het. Daar gaat het om. Dit kan ik even weggooien. Even wat ruimte creëren. Hier de snowballs. Get out of my way. Hartstikke fijn. En dan hebben we nu genoeg enriched alloy. Nee, we hebben nog niet genoeg. We moeten nog even wachten, want ik wil er wel meteen paar gaan maken. Even kijken, als deze op 10 is, dan hebben we al meer dan genoeg. En hij is 10. Hartstikke fijn. Dan gooien we dit ook gewoon hierin. Ik moet wel even hierin klikken. En dan hoppakee. Electronic separators, alsjeblieft. Die stekken niet, hè? Nee, die stekken niet. Kijk, dit zijn er wel echt extreem veel. Maar dat is precies wat we nodig hebben. Hebben wij universal... We hebben pressurized tubes. Nou, die hebben we niet meer nodig. Basic universal cables. Fluid pipes hebben we. En even kijken, wat hebben we nog meer nodig? Fluid pipes, dat. En tanks hebben we nodig. Maar tanks hebben we ook genoeg. Als het goed is. En anders gaan we altijd nog even tanks bijmaken. Dat is no enkel probleem. Dus dat is hartstikke fijn. Dat betekent dat we nu heel veel oxygen kunnen maken. Echt overkill aan oxygen. Ik ga waarschijnlijk al die machines die ik nu heb. Dat ga ik waarschijnlijk niet allemaal gebruiken. Maar het is in ieder geval wel hartstikke fijn om trioxide te maken. Sulfur trioxide. Zoals je al ziet. Het enige wat we tekort komen is. Het komt echt tekort. Wacht, het moest oxygen met... Oh my god, wacht. Oxygen met sulfur. Oké, dus we hebben wel heel veel oxygen, zoals je al ziet. We hebben alleen heel veel sulfur nog nodig. Want sulfur is dus degene... het enige materiaal wat er nu tekort komen. Maar ik vind het altijd wel fijn om overkill aan dingen te maken. Dus we gaan dit gewoon even hier neerleggen. Zo, 1, 2, 3. Hoppakee. En dan hier 2 en... 3, hoppakee. En ja, we kunnen wel overal nog eentje. Zo, hoppakee, 1 en 1. En kijk hoe makkelijk we dit kunnen doen. We gooien hier gewoon overal water neer. Hoppakee, lekker makkelijk. Pressurized tubes kunnen we zelf ook nog daarin ingooien. Dat we nog meer van dat krijgen. Wat natuurlijk ook hartstikke fijn is. Misschien moet ik dat toch wel doen. Misschien moest ik die pressurized tubes niet even weggooien. Kan ik gewoon beter even hier neerleggen. En de pressurized tubes overal hier. Hoppakee, en dan krijgen we daar natuurlijk ook lekker veel van. Zo. En het enige wat we nu hoeven te doen is niet naar beneden vallen. Dat is niet fijn. Even hier al het energie door laten lopen. Want het energie is goed dus daar. Hoppakee, basic universal cable. En dan gewoon even hier doorheen. En dan moet dit wel genoeg zijn. Zo, hoppakee. Dan maken we deze weer even dicht. En hetzelfde liedje doen we hier. Hoppakee. Want dan krijgt dit natuurlijk lekker veel energie. Ik hoor iemand lopen. Oh, dat zijn natuurlijk de golems. Dat zijn de golems, laat maar. En dan moeten wij dit ook hier aansluiten. Zit neerleg. Oh, dus pressurized tube. God damn it. Pak ik weer de verkeerde. Dus goed, dus dit. Oh my god, zo, wat de hel. Wat de hel. Oké, de goede. Yes, there we go. Hoppakee, connecten we dit even met alles. En als het goed is, moet het nu. Het verzamelt oxygen. Hydrogen gaat natuurlijk meteen weg hier naartoe. En het enige wat we nu hiernaast moeten zetten zijn een paar tankjes. En laat ik dat maar meteen ook gaan doen. Dit kan allemaal terug. Dit kan terug. Tanks. Tanks hebben. Kijk, we hebben nog ontiegelijk veel tanks, jongens. Dus het is echt no enkel probleem hoeveel tanks we hebben. Dus die zetten we ook even allemaal hiernaast. Hoppakee. En dan krijgen wij genoeg oxygen ook nog. En dat kunnen we natuurlijk ook mooi gebruiken om dat later in de tanks te gooien hierboven. Dus dat is hartstikke fijn. Kijk hoe het hier gaat. Nou, we hebben dus gewoon wel nog wat sulfur nodig. Hier hebben we ook nog wel wat sulfur nodig. Voor de rest, we krijgen nu ontiegelijk veel hydrogen, zoals je al ziet. Dat hydrogen moet wel een rotary machine krijgen, of komen. En misschien, ik zat te denken om die rotary machines ook misschien iets meer te maken. Want het zal natuurlijk fijn zijn als dat ook gewoon hartstikke hard gaat. Maar voor nu hebben wij wat sulfur nodig. Dus jongens, ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. Wij gaan naar de Nether. En dat wordt nogal een hele grote missie. Ik hoop dat jullie er echt heel erg klaar voor zijn. Ik hoop dat wij ook genoeg items kunnen halen daar. Want het enige, we hebben genoeg eten. We hebben genoeg damage. We gaan niet echt extreem hard vechten of zo. Waar is mijn boog? Heeft iemand mijn boog gezien? Wat de hel? Waar heb ik mijn boog neergelegd? Ik zie hem hier nergens in mijn inventory. Wat de hel? Get out of my way. Get out of my way. Get out of my way. Mysterious holy stone. Oh ja, ik heb geen boog meer of zo. Ik heb hem waarschijnlijk ergens in een chest gedaan of zo. Ik heb, oké. Ik heb hem niet ook echt nodig. Ik heb nu dit. Even kijken. Waar was de Nether? Dan moet ik natuurlijk even hier naartoe. Aan de andere kant. En ik ben heel erg benieuwd. Want ik ben amper nog in de Nether geweest. Ik ben wel in de Nether geweest. Maar niet echt lang in de Nether geweest. Dus ik ga daar gewoon even naartoe. En dit ziet er trouwens ook echt super vet uit.
Zo, dan gaan we even hier naartoe kijken. Hier heb je de End nu. En heb je de Nether. En heb je de Twilight Forest. Wat super vet eruit ziet. Flint and Steel. Oké, guys, let's do this. We gaan naar de Nether. Wens me succes. Want dit gaat echt lastig worden. Oh my god. Oké, we are in the Nether. En moet je mijn minimap zien. Oh my god. Wat is dit allemaal? What the hell? Oeh, een Ender Chest. Misschien zit hij hierin. Nee, zit het ook niet in. Ik gooi dit even in mijn Ender Chest. Want dat heb ik niet nodig. Oké, Sulfur. Snap. Ik vind het nu al. Sulfur is niet zo moeilijk denk ik om te vinden. Ik denk dat het overal wel is. Dus Amber Ore. Oh my god, the sounds. The sounds. Don't like them. Het enige wat ik nodig heb is Sulfur, alsjeblieft. Hier is Sulfur. Oké, Sulfur ziet er zo uit. Dit wil ik allemaal meenemen, thank you. En hopen dat wij hier ontiegelijk veel Sulfur... Oh my god, ja, dat... Daarom zei ik al, je moet oppassen. Want die oors die kunnen exploderen. En dat is niet echt fijn. En al die sounds, jongen. Wat een creepy sound. Wow, moet je trouwens zien, al dit lava. Zeg maar, al dit lava is bijna gewoon leeg. Wat is dit? Wat is dit? De hel is dit? Iemand heeft hier waarschijnlijk met een filler aan de gang gegaan, I guess. Dit is allemaal cobblestone. Hè? Of is dit... Oh my god. Of is dit de onderkant van al het lava of zo? Dat zou ook best wel kunnen, dat dit onder het lava gewoon zit, al dit cobblestone. Wow. Of het zijn border monsters. Nee, kijk, zie je? Er is hier iets aan de hand. Ze hebben hier iets neergelegd. Dit is denk ik een filler. Of een pomp. Achtig. I don't know. Lava generator. I don't know. Het ziet er in ieder geval heel erg vet uit. Dit doen ze best wel goed. Wauw. Echt, serieus. Wie dit heeft gedaan? Props. Want het ziet er echt gaaf uit. Het ziet er echt super gaaf uit. Ik zie hier heel veel sulfur. Dit nemen we meteen even mee. Hopen dat het niet ontploft. Het gaat ontploffen. Het gaat ontploffen. Oh my god. Oh my god. Oké. Oké. Ja. That just happened. Je ziet het heel snel ontploffen trouwens, zo jongens. Ik zal het zo meteen wel laten zien als het weer ontploft. Je ziet het net als TNT. Er komt even wat... Er komen een paar particles komen er vandaan. Dus ja. Yeah. Don't like that. Hier, sulfur. Oké, goed opletten. Als ik iets weghak, dan kan je soms particles zien en nu niet. Nou, dat is hartstikke fijn. Even kijken, hier ligt nog meer. Hier zijn wel heel veel enemies. Hier zijn wel echt heel veel enemies, dus die moeten we eerst even... Ik weet niet of ik dit moet doen. Ik weet niet of dit veilig is. Ik ga het gewoon meteen hakken. Get out of my way. Oké, ja, het gaat weer ontploffen. Dus snel weg hier. Er komen al kleine particles vandaan. En kaboom! Hoppakee, die dingen exploderen. En we gaan het nu even snel hier hakken. Hoeveel? Ik heb er 21. 21 is best wel nice om het altijd te hebben. Zo, even snel dit weghakken. Niet in de lava staan. Ik heb wel Mark 5 al, dus dat maakt in principe niet veel uit. En die ontplofte ook al. Ik zag hem niet exploderen. Oh my god. Ik weet niet eens of het... Oh snap. Oh snap. Oh snap en Geonok. Die kunnen nog best wel veel damage doen. Hoppakee, dit explodeert blijkbaar ook niet. En dit gaat best wel fijn jongens. Want we hebben er al best wel veel. We hebben er al 29. Hartstikke chill. Zo. Even meenemen. Dit zie ik nu niet exploderen. Want ik denk dat je alleen... Oh ja, hij gaat exploderen. Hij gaat exploderen. Of ik heb hem net weggehakt. Ik denk dat ik hem net weg heb gehakt. Zeker nice. Zeker nice. Wauw, dat ziet er ook super gaaf uit. Wat is dat boven hier? Gewoon een minimap. Kijk op mijn minimap. Wat de hel is dat? Dat blauwe? Is dat water? Nee, je kan geen water in de Nether neerleggen. Het is hierboven. Het is hierboven. Wat de hel? Oh, het is hierboven. Nu ben ik echt heel erg benieuwd. We gaan gewoon helemaal omhoog. En hopen dat we het tegen kunnen komen. Ik denk niet dat we het tegenkomen. Ik denk dat ze... Oh, wat de hel? Wat de hel? Wat de hel? Wat de actual hell? Plot twist. Wat de hell, guys? Water in de Nether. Wat? Wat de hell? Oké, well, this just happened. Water in de Nether. Dat is nieuw. Dat is echt heel erg nieuw. En je ziet het water gaat nu ook overal meteen naartoe. What the actual hell? Oké, dat gaat dus nu helemaal hier omlaag. Het kruipt nog meer omlaag. Ik zie daar sulfur en daar ook en daar ook en overal. Het gaat hier helemaal omlaag. En... iemand is hier al denk ik geweest. Zie je dat? Iemand is hier al geweest, lijkt wel. What the fuck? Heel erg vreemd. Heel erg vreemd. Ik denk dat iemand dit al eerder heeft gedaan, want er lag daar al obsidian. Heel erg vreemd dit. Echt heel erg vreemd. Oké, the more you know. Heel vreemd. Ik weet het nog steeds niet. Het is raar. Voor mij werd verteld dat je nooit water
in de Nether kan hebben. Maakt niet uit wat voor mod of zo. Het is gewoon altijd onmogelijk. En nou, wellicht wel met een paar mods is het misschien wel mogelijk. Maar het is nooit... Het kan ooit natuurlijk spawnen, maar blijkbaar wel. Blijkbaar kan het natuurlijk gewoon spawnen. Heel erg vreemd. Oh my god, ja, die zag ik dus niet. Die zag ik niet. Dat just exploded into my face. Kijk, hier pak hem nog even wat. En dan hebben we denk ik wel genoeg. Zoveel hebben we ook weer niet nodig. Het is wel fijn. Oh nee, het gaat ontploffen. Ik moest het snel pakken. Zonde. Zonde, Sam. Heel erg zonde. Oké, nou, die pakte ik ook niet. Hier is ook alweer water. Wat de hel? Kijk, zie, ik ben niet de enige die dus dit aan het hakken is. Wauw, overal water. Oké, laat ik maar teruggaan. Want we hebben nu wel genoeg. En als we niet genoeg hebben, dan hak ik dit nog wel even mee. Want we hebben één... Nou, ik hak één stack. Oké, ik heb één stack. Meer dan genoeg. En nu moeten we helemaal terug naar home. En dat wordt ook nog wel een missie. Want ik weet in godsnaam... Oké, we gaan nu denk ik wel goed. Ik denk dat we nu wel goed gaan. Want ik weet zelf niet de weg terug. Ik heb wel een marker. Alleen, dat kan me soms niet echt goed helpen. Oké, dus die links, denk ik. Ja, oké, dit herken ik. Dit herken ik met al het lava en gebeuren en weet ik veel wat. Of lava, vuur bedoel ik, sorry. Dus is niet zo super moeilijk. En dan moeten we hier omhoog, I guess. En dan kunnen we hier gewoon in. Hartstikke fijn. Hartstikke relaxed. En wij hebben lekker veel zilver. Dus ik ben hartstikke blij. We gaan nu even hier doorheen. En daarna gaan we lekker terug naar huis. Dan gooien we dat even, dat zilver, gooien we even snel in de machine. En waar de fuck zijn we? Oh, we zijn bij Erwin. Oké. Deze. Oké. Even kijken. Als het goed is, was het... Wat? Oh, het was 000, toch? Het was als het goed is 000. Oh yes, het is 000. Mij werd verteld dat als je nether items in een oven gooit, dat het wel kan exploderen. En ik hoop niet dat dat zo de case is. We gaan het zien. We gaan het meemaken. Alsjeblieft niet exploderen. Zilver ore krijgen we gewoon van Railcraft. Ik denk niet dat het gaat exploderen. Het ziet er zo goed uit. Blijf doorgaan. Blijf doorgaan. En het is niet geëxplodeerd. Oké, dus zilver ore. Kijk, we hebben er 128. Dat is hartstikke fijn. Dat kunnen we nu hierin gooien. Of nog een keer hierin gooien dan, I guess. Dat kunnen we niet daarin gooien. Wat moet je hiermee doen? Kan je dit gewoon hakken dan of zo? Oh, dit moet je hakken. Oké. Pickaxe. Dat was mijn Facebook. Die klik ik nu weg. What the hell, sorry. Silk Touch met Efficiency. Nee. Efficiency 3. Snap. Oké. Kan ik het in de crusher gooien voor maximale dingetjes? Nee, dat kan ook niet. Kan ik het in... Een crusher werkt niet. Sackmill werkt niet. Misschien een crusher wel. Maar dit is als het goed is. En dit werkt ook niet. Misschien moet ik het gewoon... Kan ik het niet gewoon sulfur ore? Kan ik dat er gewoon in gooien? Het zal mij niet verbazen als het niet kan. En het zal me ook niet verbazen als het wel kan, weet je dat? Oh, het is sulfur ore. Maar ik denk eerlijk gezegd niet dat het kan. En anders moeten we alles even gaan kapot maken. En dat is ook no enkel probleem. Dus kan ik het erin gooien? Ik moet het natuurlijk hierin gooien. Logisch. Ik denk niet dat het werkt. Zo. Nee, het werkt niet. Oké, dus laat ik maar even 64 van deze dingen gaan hakken. Nou, niet precies 64. Kijk, als we nou, hoe heet het hadden? Een looting ding achter. Hoe heet het ook weer? Oh my god, ik ben het... Fortune, there you go. Dan hadden we nog meer gekregen. Maar ja, dat maakt mij in principe niet uit. Ik vind het ook helemaal niet erg om dingen off-cam te doen hoor, dus. En we gaan even kijken als ik kan rechtermuisknoppen. There we go. We hebben nu al één stack. Echt, dus dat gaat echt ontiegelijk snel, zoals je al ziet. Hier gooi je dit er ook gewoon bij en dan krijgen we nu lekker veel. Je hoort die machines hoor je al lekker werken, dus dat is super gunstig. Krijgen we lekker veel van de sulfur trioxide, of dioxide, en daar uiteindelijk trioxide gaan we eruit halen. Of zit hier toevallig al? Oh, hier zit al Fortune 2 op. Ik heb al een pickaxe met Fortune 2. Herpaderp, Sam. Chill. Oké, hier zit al gewoon Fortune op. Oké, dan hakken we dit even allemaal weg. En kijk, nu komt het allemaal hierin. Oh, wat de hel. Glitchy glitch. Oké, nu komt het allemaal hierin. Zoals je ziet, dioxide. En dan wordt het uiteindelijk trioxide. En dan kunnen we hier gewoon nog even snel wat ingooien. En there you go, guys. Machines. Machines everywhere. Dit is mijn werkplekje. En zoals je ziet, we krijgen ontiegelijk veel oxygen. Deze dingen werken niet of zo. Misschien omdat er te weinig water in zit. Dat zou misschien best wel kunnen dat we te weinig water krijgen, hoor. Hier zit 1 MB in. En hier zit als het goed is, zit alles vol. Misschien moeten we daar ook even iets mee fixen.
En hoe kunnen we dat fixen? Ik heb werkelijk geen flauw idee. Misschien een tweede source maken. Want we hebben nu alleen maar één source. En dat is hierachter als het goed is. Zo. Kijk, we hebben nu één source. En dat gaat niet extreem hard. Dus als we iets meer maken, misschien gaat dat dan sneller. Maar dat zullen we dan wel zien. Jongens, ik wil in ieder geval hartelijk bedanken voor het kijken. Oxygen hebben we lekker veel van. Dit gaat denk ik ook best wel nice. Deze dingetjes. Oh, trouwens, heb ik nog ook iets wat gefixt. Want ik had nog even van deze cubes gemaakt. Blijkbaar zijn deze vet makkelijk om te maken. Deze is heel leeg. Wat de hel? Komt het er wel bij? Komt er ook gewoon niet meer bij. What the fuck? Misschien gaat dat nu allemaal hier naartoe. Want ik heb hier, heb ik ook trouwens een cube neergezet. Hierzo. Komt er ook niet bij. Wat de hel is dit voor madness? Ik had hier dus expres een cube neergezet. Omdat dit ding geen energie kreeg. Oh, maar nu zijn deze dingen heel traag. Misschien moet ik deze ook maar upgraden dan. Wat de hel. Waarom krijgt deze geen energie er meer bij? Misschien krijgt het wel energie. Maar misschien gaat het gewoon direct naar de machines. Zou misschien ook wel kunnen. In ieder geval, jongens, ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken van deze aflevering. Als je hem leuk vond, vergeet dan natuurlijk even niet op dat blauwe duimpje te klikken. Zal natuurlijk super tof zijn als wij vandaag meer dan 3300 likes halen. Want de volgende met Agrarian Scouts hadden 3300 likes. En blabla heb ik al in het begin al gezegd. Bedankt voor het kijken. Ik zag jullie gewoon morgen weer. En ik zag peace!